Waar kijk je liever naar? De linkerslide met bullets en tekst of de rechter met de afbeelding? De meeste mensen kiezen de rechter. En dat is logisch, want 90% van alle informatie die ons brein binnenkomt is visueel. Vergeleken met tekst kan ons brein beelden 60.000 keer sneller verwerken. Maar hoe tover jij als spreker die bullets met tekst om in beeld zonder een PowerPoint-expert te zijn? In deze video laat ik je precies zien in welke stappen je dat doet. Stap 1. We gaan de slides ontdoen van bullets. Begin met het schrappen van inhoud. Dat oogt al een stuk beter zo. We doen het nog een keer. We kiezen nu echt rigoureus en maken meteen een duidelijker titel. Alle tekst die je schrapt is spreektekst en die zet je hieronder in een notitiepagina. We maken eerst de achtergrond en daar zit een kleurverloop in en dat maak je zo. Klik met je rechtermuisknop en kies achtergrond opmaken. Kies vervolgens opvulling met kleurovergang. Geef het linkerschuifje donkere kleur blauw en het rechterschuifje de lichte. Kies dan bij richting voor links donker naar rechts licht. Door te schuiven kun je bepalen hoe dat verloop er uiteindelijk uit komt te zien op de slide. De derde stap is het maken van het diagram. Ga naar invoegen, vormen en kies ovaal. Hou de shiftknop ingedrukt en maak een rondje. Ga naar vorm opmaken en kies onder grootte voor 6 cm hoog en breed. Geef het rondje een kleur en kopieer het en maak 5 andere rondjes om het diagram samen te stellen. Met Ctrl-D kun je de rondjes kopiëren. Nu gaan we de verbindingstreepjes maken. Kies onder invoegen vorm voor een rechte lijn. Verbind 2 rondjes met elkaar en kies onder opmaken vorm voor een witte lijn en maak de lijn wat dikker. Kopieer de lijn met Ctrl-D en verbind ook de andere rondjes met elkaar. Selecteer alle lijnen door de shiftknop ingedrukt te houden en druk op de rechtermuisknop en kies naar achtergrond. Kopieer met Ctrl-D een van de rondjes en maak hem onder vorm opmaken wit. Ga dan naar de grootte en maak hem ietsje kleiner dan de andere rondjes. Zet hem in het midden, want daar komt zo meteen het plaatje op te staan. Kies onder invoegen voor tekstvak en kies onder start voor lettertype en lettergrootte en de kleur van de letter. Maak nu voor alle rondjes de tekst. Links van het diagram zetten we de titel van de slide door ook weer een tekstvak aan te maken en een lettertype, lettergrootte en kleur te kiezen. Voor het plaatje in het midden van het diagram ga je naar de website van freepik.com. Kies vectors en zoek naar avatar. Download een geschikte avatar. Bij Freepik mag je de afbeelding aanpassen mits je verwijst. Je kunt zo'n verwijzing bijvoorbeeld rechtsonder in het klein op je slide zetten of in de handout vermelden. Kies onder invoegen afbeelding voor afbeelding uit bestand. Selecteer de afbeelding en ga naar bijsnijden. Klik naast de afbeelding en de avatar die je gekozen hebt blijft over. Dubbelklik en ga linksboven naar kleur. Kies voor doorzichtige kleur instellen en klik met het pipetje op de witte achtergrond. Je ziet nu wel dat een deel van haar t-shirt is verdwenen, maar dat is de reden waarom we een wit achtergrondrondje hebben gemaakt. Pas tenslotte de grootte van de avatar aan en je hebt in 7 stappen een beeldende slide gemaakt van wat eerst een bulletlijstje met wat tekst was. Deze slide is een houvast voor je publiek en als spreker vertel je het verhaal daarbij in plaats van dat het publiek teksten zit te lezen van de slide.